En het is zo koud vandaag, mensen. Niet normaal. Het wordt ook alleen maar kouder. Maar... ja, dat was ook al een ding. Bo moet dus zelf rijden morgen naar stage en ze zei van... dit is misschien wel een leuke vraag. Een spicy question. Wat zijn de toekomstplannen met kinderen? Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Bo en ik zijn de auto ingestapt, het is super koud vandaag. Ik ga het nu zelfs laten zien. Kijk eens, 0 graden. Goh. Winter is gewoon officieel aangebroken, mensen. Of ja, officieel al langer, maar nu voelen we het. Koud. Maar we zijn de auto ingestapt omdat ik even Thomas zijn camionet moet terug gaan halen. Voor als jullie hebben goed opgelet in de week in de vlog. Was dat gisteren of dat was eergisteren in de vlog. Ben ik Thomas zijn camionet naar Niels gaan brengen. Die heeft even Thomas zijn camionet gefixt en bijgekleurd. Want Thomas zelf zit in Marokko. Een heel gedoe, een heel ding ook om uit te leggen aan jullie iedere keer. Maar ja, dat gaan we dus nu even doen. Film even hier voor ons. Hier was gisteren gewoon het feestje. Hier, ja. Alles maar er is niks meer van te zien, hè? Dus nu rijden we even naar Niels zijn werk. Gaan we die auto dus ophalen. En dan rijdt Bo mij achterna. Zodat hij mij bij Thomas... zijn thuis kan ophalen en dan gaan we weer naar huis. En daar gaan we zelfs iets heel leuks opnemen, de Q&A. Ja. Want ik heb eergisteren op mijn Instagram vragen laten stellen. Superveel vragen gekregen. Dus ja, we hebben zoveel vragen gekregen, dus we gaan ze proberen om ze een beetje samen te vatten en allemaal te beantwoorden. Om te beantwoorden. Maar dat is voor zelfs. Zo mensen, dat is ook weer gelukt. Bo is nu even hier bij de Spar binnen, even... eten halen, want ik heb honger. En zelfs gewoon de Q&A, ik heb er zin in. Zoveel vragen gekregen, leuke vragen en goede vragen ook. Dus gaan we zelfs allemaal beantwoorden. En het is zo koud vandaag mensen, het is niet normaal. Het wordt ook alleen maar kouder. Morgen gaat het zelfs vriezen dacht ik, ga even kijken. Ja, morgen zou het min 2 worden. Min 1 staat hier nu. Wel zonnetje, dus dat is wel chill. Het hadden niet meer veel, het is zondag vandaag. Het was echt geplunderd, precies of er een crisis was geweest. Dus ik ben maar een donut aan het eten, want... dat was er nog wel. Mm. Ook alleen maar qua roze. Eet je die graag? Of liever deze vind ik echt lekker. Die? Mm-hmm. Ik had eerst die genomen en toen had ik ook neem die op. Met die spikkeltjes op. Ja. Die is ook van jou hè? Maar, ja, thuis nog maar die is morgen ook wel goed als je dat wil. Welkom. Dames en heren, het is tijd voor de Q&A. We hebben hier allemaal vragen. Veel vragen hè? Ja, kijk eens. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar we hebben behoorlijk wat vragen binnengekregen. Dus dat is echt super. Met welke vraag gaan we beginnen, deze Q&A? Misschien... Oké, ja, dat is wel een leuke vraag om mee te beginnen. Waarom vind je vloggen zo leuk? Ja, ik denk dat ik dat in de video van gisteren ook een beetje verteld heb. Gewoon omdat de momenten vastleggen op camera, de leuke momenten. En ja, ik ben sowieso graag met camera's bezig. En om dan elke dag te filmen vind ik wel gewoon echt leuk. En om dan nu terug te kijken naar de zomer toe bijvoorbeeld. Ben ik echt dankbaar dat al die leuke momenten op beeld staan. Dus dat is wel het leuke van vloggen. Denk ik het allerleukste aan vloggen. Ja. Is kunnen terugkijken op de leuke momenten. Dit is misschien wel een leuke. Wat is jullie leukste herinnering samen? Ja. Ik heb gisteren heb ik die vraag dus ook al gelezen. En toen dacht ik, ik ga hier nu al, gisteren dus, goed over nadenken. Zodat ik het morgen weet. Maar ik ga het niet nadenken. Maar, jawel, maar het ding is dat ik zoveel leuke herinneringen heb met u, dat ik niet weet. Ik was eigenlijk aan het denken van te zeggen van, ja, misschien u leren kennen, want dat heeft ervoor gezorgd dat we nu nog steeds samen zijn. En... ik denk wel direct aan Dubai. Ja, dat vind ik ook wel, maar dat zo zijn er zoveel leuke. Ja, we hebben heel veel vakanties. Onze eerste vakantie in Spanje alleen, onze tweede vakantie in Spanje deze zomer alleen. Dus ik denk, omdat we zoveel leuke momenten hebben, is misschien gewoon de ontmoeting het leukste, omdat dat heeft gezorgd voor al die leuke momenten. Okay. Misschien een beetje cliché, maar... maar wel heel veel leuk. Maar onze hoogtepunten zijn sowieso wel, denk ik, de zomervakanties en de reizen. En Dubai met uw papa en Evie. Dat was ook superleuk. Ja, we hebben hier een vraag. En dat was ook een vraag, dat kunnen we dan wel combineren. Ja, we hebben hier 2 vragen die we een beetje kunnen combineren. Wat zou je willen worden als je geen editor of vlogger was? En dan is er nog een vraag van dezelfde persoon. Wat was jullie droomjob toen jullie kind waren? Ja, gaat jij eerst? Ja, begin maar. Vroeger wou ik altijd juffrouw worden. Echt? Ja. Ik weet ook dat we een presentatie moesten doen in het 3e leerjaar van ja, wat is uw droomjob? En dat ik toen de meetlat van het klaslokaal had genomen. Om zo, je moest dan een voorwerp meenemen om te schrijven. Dat had ik zo uit de klas genomen omdat ik graag juffrouw wou worden. En ik heb 2 weken gestudeerd voor leerkracht Nederlands-Engels. Ja, dat was niet mijn ding. Nou ja, dat is waar. Toen was ik er al uit, toen ik ging studeren. Dat is vorig jaar geweest. Ja, vorig jaar. Oh, dat is eigenlijk al best lang geleden. Ja, ja, ik heb eigenlijk altijd best wel veel dingen gehad die me interesseerden. Eén daarvan, een hele grote interesse, was piloot. Ik heb ook super veel Flight Simulator gespeeld. Het was echt zo'n spelletje waar je alles op moest. Het was eigenlijk al geen spel meer. Dat is echt een simulator van hoe je moet vliegen. Ik heb ook altijd wel interesse gehad in leerkracht. Ja, veel dingen eigenlijk. Maar jij zegt wel altijd: als ik geen vlogger zou zijn, zou ik piloot zijn. Dan was ik misschien daarvoor gegaan. Of ja, ik heb ook altijd natuurlijk wat ik nu nog steeds doe met muziek. Alleen ligt dat nu een beetje meer stil dan DJ. Had ik gehoopt. Dat was eigenlijk wel de langste periode, denk ik, mijn droomjob. Ik denk zo DJ en gewoon waar ik nu bezig ben, vloggen, heb ik ook wel, wou ik ook al wel van 10, 11 jaar. Zo DJ en YouTube is altijd wel de grootste interesse geweest. Maar wat moest ik nu niet doen als ik geen YouTube kon doen of zo? Dan denk ik gewoon dat ik, wat ik nu ook eigenlijk doe, als tweede job, gewoon videograaf en editor. Ik denk dat ik dat dan als... Ja, dat lijkt u wel het beste. Ik denk dat ik dat als hoofdberoep deed dan misschien, maar misschien ook niet voor lang. Ja, ik weet het eigenlijk echt niet. Dat is echt een moeilijke vraag. Ja. Maar alleszins wel iets unieks en geen... Creatief. Ja, niet geen standaard job zoals... Leerkracht. Ja, nee, maar ja, gewoon iets unieks om ja. Shout-out naar alle leerkrachten. Om gewoon een interessant leven te hebben. I could never. Oké, we hebben superveel vragen gekregen van superveel mensen over waar we elkaar hebben leren kennen. En hoe lang we al samen zijn. En hoe we elkaar hebben ontmoet tot hetzelfde. Ja, hoe lang we al samen zijn en waar we elkaar hebben leren kennen. En wie de eerste stap heeft gezet. Yep. Dat was het. Dus we gaan al die vragen die jullie hier in beeld zien in één klap beantwoorden. Eerste vraag, misschien hoe lang we al samen zijn, is volgende maand, 5 februari, 4 jaar. Ja, leuk. Om 4 jaar. Lijkt wel echt veel langer al, vind ik. Nee, dat vind ik niet. Nee, ik vind we hebben zoveel leuke dingen gedaan. 4 jaar is lang hoor. Ja, maar die 4 jaar, het voelt alsof het zo altijd al geweest is. Ofzo. Ja, dat is waar. Maar, dus 4 maar op een leuke manier. En dan hoe we elkaar hebben leren kennen en wie de eerste stap heeft gezet, dat kunt jij misschien uitleggen. Ja, in het kort, want... Ja, het was best een soort van ingewikkeld, maar ook weer niet, want we zaten gewoon allebei wel op dezelfde school. Ja. En jij was eigenlijk het buurmeisje bij mijn opa en oma. Ja. Dus je hebt altijd langs mijn oma en opa gewoond. Alleen wist ik op een gegeven moment niet meer hoe Bo eruit zag. Ik wist wel dat er een Bo naast mijn opa en oma woonde, maar ik wist niet hoe die eruit zag. En ja, ik zag altijd een heel knap meisje op school. En toen vroeg ik letterlijk aan vrienden van mij van, ja, wie is dat meisje? En toen zei Siebe, die jullie ook wel vaak hebben gezien in de vlog, zei van, ja, dat is nee, eigenlijk iemand anders nog die eerst zei Bo Heeren. En toen dacht ik, maar Bo Heeren, woont hij niet naast mijn opa en oma? Dus toen was ik zo helemaal van, is dat Bo die al jaren langs mijn oma en opa woont? En toen zei Siebe van, ja, ik heb haar Snapchat eigenlijk. En toen zei op Snapchat beginnen sturen en... Ja. Dus eigenlijk kwam je eerste stap wel van Senne. Ja, ik heb je toegevoegd, maar jij hebt wel als eerste gestuurd. Ja, maar dan heb je nog steeds... Nee, ja, want ik had je kunnen toevoegen. Ik had je ook gewoon niet gezien op school. Jij hebt mij gezien, hè. Allee, merci. Jij zag mij niet staan. Zij ziet mij niet staan, mensen. Jawel. Helaas. Ja. Zo dus, op school. Dit is dus ons liefdesverhaal. Op school hebben we elkaar ontmoet. Ja. Nu misschien een leuke aanleiding naar dat we al 4 jaar samen zijn. Er is een vraag. Wat zijn de toekomstplannen met kinderen? Ja, want we zijn al 4 jaar samen. Sinds dat we eigenlijk samen zijn, hebben we altijd gezegd, nooit kinderen. Ja, maar ja... Je kunt dat niet zeggen. Je kunt niet zeggen, nooit kinderen. Op dit moment... Zouden we zeggen... Nooit. Nee, ja, gewoon zo van, het hoeft niet. We zijn er ook niet mee bezig. We zijn 21 en 19. Even nadenken hoe oud ik word. Dus dat is sowieso een leeftijd waar we daar totaal niet mee bezig zijn. Sommigen. Ja, sommige mensen wel, die willen heel vroeg kinderen, maar wij zijn sommige mensen weten al van, wij willen kinderen later, maar wij zijn zo niet. Dus ja, wie weet over 10 jaar dat we daar anders over zijn en zo, maar voorlopig zeggen we nee. Ja, we kunnen niet zeggen nooit. Want... Maar ook gewoon omdat we zoveel dingen willen doen, dat we dat gewoon eerst willen doen, sowieso, voordat we daar überhaupt over nadenken. Ja, een kind zou niet passen in ons leven. Nee. Nu zeker niet, dus... Dus helaas, jullie gaan nog wel moeten wachten. Geen kindervlog zoals Enzo. Gelukkig is er Enzo die nu die vlogs kan maken, hoeven wij dat niet te doen. Ja, er is ook een vraag, hoe lang kennen jullie elkaar al? Dat is dan eigenlijk, ja, technisch gezien wel langer. Ja, het zal wel ongeveer 15 jaar zijn of zo. Ja, ik denk gewoon vanaf dat jij daar woonde, dat we gewoon weten van elkaars bestaan, maar niet super goed kennen. Wat is Bo haar lievelingseten? Ja, wat is je lievelingseten? Sushi. Echt? Ja, ik zou wel elke dag kunnen eten, denk ik. Sushi? Ja, maar ik mag nooit. Ik vind dat dus geen eten. Dat is gewoon... Dat is geen eten. Dat is een tussendoortje. Dan ben ik... Pasta. Want daar heb je veel variatie. Ja. Krijn vraagt, hoe gaat het? Krijn, het gaat goed. Dankjewel voor de vraag. Hoe gaat het met u? Laat het even weten in de reacties. We hebben ook een hele leuke vraag van een B&B uit Spanje gekregen. Namelijk, uw papa. Mijn papa. En uw stiefmama. Die hebben een B&B in Spanje. En die vragen aan ons. Zouden jullie naar Spanje verhuizen als jullie de kans krijgen? Ja, we hebben daar straks al eens even gepolst bij elkaar. Zou je dat doen? En Senne zei, ja, ik zou het wel eens proberen. Ik weet het niet zo goed. Ik zou sowieso niet, denk ik, nu, op dit moment, fulltime verhuizen naar Spanje. Maar ik zou wel heel graag een buitenverblijf hebben. Voor op dagen zoals dit, als het heel koud is hier in België en heel grijs, dan zou ik wel echt zoiets hebben van, oké, we hebben nu de mogelijkheid om naar ons buitenverblijf te gaan en in de zon te gaan zitten. We weten zeker dat we heel graag, als de mogelijkheid er is, een tweede verblijf in Spanje zouden willen. Ja. Niet in een ander land, maar in Spanje. We hebben wel een klik met Spanje. Ja, ja. Eigenlijk echt sinds dat je papa daar woont. Want daarvoor had ik dat niet echt. Ja, ik wel. Maar, ja, maar ik ging ook veel naar Spanje, maar... Dus ik ben heel mijn leven naar Spanje gegaan. Maar ik zou het wel eens zo proberen of zo. Een maand. Half jaar. Of een half jaar. Maar dat is moeilijk met de woord natuurlijk. Dat is waar. Een maand wonen in Spanje. Wie wil dat zien? Ja, laat het weten in de comments. Wat is het vieste dat jullie ooit hebben gegeten? Ja, ik kan me wel herinneren dat ik ooit, toen ik bij de scouts zat... Het is niet per se vies, want het smaakte toen wel lekker. Maar de gedachte dat we dan het eten waren was wel vies. Nee. Ja. Slakken. Veel mensen eten dat op de barbecue, ja. Maar dat was... Het gedacht is echt raar van slakken. Ja, dat eet ik toch niet. Papa eet dat graag. Ja, ik vond het toen ook niet slecht. Maar toch het gedacht, ik denk dat dat het vieste is wat ik ooit heb gegeten. Jij? Ik denk misschien zo een slechte kaas of zo. Ja, dat moet ik nog niet veel. Ik ben niet zo'n kaasfan. Ik hou wel van kaas. Wij gaan zelfs trouwens... Als iemand vraagt, eet je graag kaas? Oh joh, dat is legit een vraag. Eet je graag kaas? Ik eet graag kaas. Ik niet. Ik was vroeger lactose intolerant en... En we gaan zelfs kaastafel eten. Mijn darmen haten nog steeds kaas. Nog een leuke vraag is, gaan jullie trouwen? Ja, hè? Zou je nooit weten? Jawel, natuurlijk wel. Ik wou gewoon Bo even plagen, man. Je weet gewoon van mij al dat ik dat graag wil. Ik zou ook gewoon... Dat zou ik dus ook leuk vinden om in het buitenland te doen, trouwen. En iedereen laten afvliegen. Ja, echt zo op zo'n strand. Misschien is dat te cliché, maar gewoon echt zo zonnetje erbij. Ja. Ja, vind ik ook. Dan ben ik zeker aanwezig. Ik ook. Op mijn eigen trouw. Nice. Leuk. Laat weten in de reacties wie wilt komen, dan nodigen we jullie uit. Er zijn nog een paar mensen die hebben gevraagd van waar komt interesse voor vloggen? Wat heeft u geïnspireerd om te beginnen met dagelijks vloggen? En dat is misschien een beetje hetzelfde antwoord als de eerste vraag van waarom vind je vloggen zo leuk? Maar geïnspireerd, ja, ik denk... De persoon waardoor ik geïnspireerd ben is toch wel zeker Enzo Knol, want dat was de eerste vlogger die ik keek. En nog steeds. Voor iedereen die vlogt, denk ik wel. Ik denk al 10 jaar. Ik ben echt al van vlog 38 was ik aan het kijken bij en zo. Maar ook ja, YouTubers zoals Casey Neistat, Logan Paul vond ik ook echt altijd dat hij hele leuke vlogs had. En ja, gewoon de dagelijkse vloggers zoals Don, Gio, hebben mij altijd wel... Don in a way. Ja, Don is gestopt, maar die hebben mij altijd wel in a way geïnspireerd. En zelf, ja, gewoon, zoals ik zei, de leuke momenten op beeld hebben. En je deed het vroeger al? Ja, ik deed het als kind al. Had ik een kanaal waar ik op ging vloggen. Wel niet dagelijks, maar wel heel veel. Staat wel allemaal privé nu, maar... Ik vind dat je er een shotje mee kunt doen. Misschien dat we ooit eens een paar video's gaan herbekijken, maar dat is echt heel erg. Dat is echt heel erg. Wel schattig. Bij genoeg likes gaan we dat doen. Dus like deze video en dan gaan we mijn oude video's van... Bijna, ja, zeker 10 jaar geleden terugkijken, denk ik. Ja. Ja, er zijn gewoon superveel mensen die dezelfde vragen ongeveer hebben gesteld. Jurgen vraagt, is Gijs bij u? Ik denk het niet. Nu moet hij zo ergens achterkomen. Jurgen is trouwens Gijs en papa. Maar ik vroeg dat gisteren omdat Gijs toen wel bij mij was. Dit is misschien wel een leuke vraag. Een spicy question. Wat vinden jullie het ergste aan elkaar? Oei. Vroeger vond ik dat Senne heel koppig was. Maar dat is gebeten. Maar ik kan me niet meer echt herinneren de laatste keer dat je echt koppig bent geweest. Het is echt gebeterd. Allemaal door u wel, denk ik. Het ergste bij u is toch wel, denk ik, uw slordigheid. Ja, ik ben een beetje rommelig. Een beetje veel. Een beetje heel veel. Ja, dat mag wel beter. Ja, dat mag wel beter. Maar voor de rest... Geen karaktereigenschappen. Ja, dat zijn karaktereigenschappen. Ja, maar zijn. Ja, ik denk dat dat uit alle vragen wel de meest gestelde zijn die we niet echt een antwoord hebben. Als jullie nog eens een deel 2 willen met nog andere vragen, like deze video, laat het weten in de comments of we een deel 2 moeten doen. En kunnen we daar misschien wel een maandelijks dingetje van maken. Gewoon een kleine update. Kan. Oh, er is misschien nog wel één leuke vraag waar we mee kunnen afsluiten. En dat is, wat vind je van je fans? PS, trots op je. Ik vind mijn fans echt leuk. Ja, ik vind het zo gek om fans te noemen. Ja, fans. Het is niet dat ik zoveel fans heb, maar degenen die kijken ook al elke dag. En supporten mij echt al super lang. En dat vind ik wel nice om te zien. Ook al ben ik niet de grootste YouTuber, ook al heb ik niet de meeste subs, is het echt nice om te zien dat er echt mensen van ongeveer toen ik begonnen was in de zomer tot nu elke dag kijken en gewoon klaar zitten. Ik krijg soms berichten als ik te laat ben met de vlog van, joh, waar blijft de vlog? Na 5 minuten al. En dat vind ik wel echt crazy om te beseffen. Alles oké. Ja, dat ik zo'n dedicated fanbase heb. Dus ik vind mijn fanbase top. Ja. Dus shout-out naar jullie allemaal en daarmee gaan we afsluiten. Dit was Q&A. Hopelijk vonden jullie het leuk. Deel voor deel 2. Like voor deel 2. Like. Dat is zo goofy. Oh my god. Oh my god, niet opgenomen. Ik was niet aan het filmen. Ja, je zit zo dom. Kijk. Ja, ik heb dat net gewoon gedaan. Ik zag dat. Ik zag dat gewoon. Tuurlijk dat zou je echt niet zo reageren. Oh my god. Ja, dan had ik echt heel boos geweest. Je doet mij altijd. Want jij, ja, maar omdat jij altijd zo kort bijkomt. Zeg eens even tegen de mensen. Hoe laat moet je morgen opstaan? Oei. Oh shit. Dat is van dit hier. Nee, zeg eens, hoe laat moet je opstaan morgen? Half acht. Half acht morgens. En hoe laat zijn we vandaag opgestaan? 11 uur. 11 uur. Het gaat pijnlijk worden morgen. Het was ook 2 uur s'nachts en nog sliepen, het 2:30 misschien. Ja, het was wel heel laat. We hebben eigenlijk nog, gisteren zeiden we gaan op tijd slapen voor een beter ritme, maar we hebben dan nog iets gekeken op de laptop en ja, die muziek stond zo luid. Stomme Groenland. Ja, dat is omdat dat zo'n fijne serie is. Dat is echt een verslavende serie, maar die komt binnenkort pas op tv. Maar wauw. Ja, dat was ook al een ding. Bo moet dus zelf rijden morgen naar stage en ze zei van, ben ik al wakker genoeg s'morgens om te rijden? Ik ben geen ochtendmens. Hoe moet ik opletten in het verkeer als ik moe ben? Ik zal morgen vroeg gewoon een emmer water in je gezicht kappen. Oh mensen, het is zo koud buiten. Dat is echt... Dat zijn we gewoon niet meer gewoon. Echt niet. Maar zoals ik zei, we hebben dus kaastafel. Vrij vroeg. Daarom dat het ook nog licht is. Dus, maar dan kunnen we ook vroeger doorgaan, dat is fijn. Ja. Maar dat gaan wij dus nu even doen. Zo mensen, zijn we weer lekker thuis. Ik heb verder niks gefilmd even bij... ja, waar we zijn gaan kaastafel eten, want dat was gewoon met Boer familie. En nu zijn we weer lekker terug thuis. Het is donker, het is super koud buiten. Het is -1 ondertussen, dus het is aan het vriezen. Als ik het goed heb, laat me nog eens even checken. Ja, -1 gewoon. En het gaat morgen ook de hele dag door blijven vriezen. S'nachts dan ook. Dus ja. Koud. Heel koud. Water gaat gewoon misschien ijs worden hier. Van het zwembad of zo. Nee, dat zal nu ook alweer niet, denk ik. Ik denk niet dat het water zo snel bevriest. Maar het kan goed zijn dat je moet gaan krabben 's morgens. Op de auto. Want je moet met de auto weg morgen vroeg. Ja, gelukkig heb ik een krabber gekocht. Zal ik vroeg morgens de auto al warm laten draaien. Maar jij zit echt... Sowieso niet, hè. Jawel, jawel. Ik ga mee opstaan morgen om 7:30, hè. Nu gaan we nog even chillen hier. Even chill dagje vandaag. Mag ook wel het, hè. Is fijn, hè. Dat vind ik wel. We hebben niet superveel gedaan vandaag, maar alsnog gewoon even gechilled, even gewerkt ook op de laptop. Maar zoals jullie weten, ik film dat niet veel en ook niet graag ofzo, want er is niet veel aan te zien. Maar wij gaan nog even iets kijken hier en dan gaan we s'avonds al slapen, denk ik. We gaan het zien. We liggen lekker in bed, mensen. Bo komt s'avonds ook en ik zal even haar tanden aan het poetsen. Het is 10 uur, dus we leggen er lekker vroeg in. Maar dat is wel goed, want ik ben echt moe, dus ik ga echt lekker slapen. Echt kapot. Dus ik ga hier ook al afsluiten. We checken jullie morgen weer. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur. En een goed nieuwsblad. Ciao!